Ja, spannend. We hebben vandaag een recordpogingdag. En dit is de tweede keer dat we dit doen. We hebben een heleboel dingen aangepast naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaar. We hebben nieuwe sensoren op de robot gezet. We hebben het parcours een beetje veranderd. 134, dat is het record van vorig jaar. Dus daar zou ik heel graag overheen willen gaan. Het wereldrecord is 215. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, maar of we dat gaan halen, dat betwijfel ik. En er wordt heel hard gewerkt door heel veel mensen om een zo lang mogelijk een trein te maken. Dus we hebben nog een half uurtje. We gaan het zien. 3, 2, 1, go! Heel veel leerlingen hebben doorgezet, hebben iets geleerd vandaag, hebben technische problemen opgelost. Wat er niet lukte is het aantal robots om dat oude record te verbreken. We hebben gewoon meer mensen nodig die mee gaan doen. Daar zit het volgens mij. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een hele leuke, gezellige dag vol trein en techniek. Op een nog steeds bijzondere locatie en aan de organisatorische kant heeft het niet gelegen. Dus daar ben ik het Spoorwegmuseum ook zeer dankbaar voor.